Van oudsher is het Nederlands onderwijssysteem ingericht volgens het principe leren is onthouden. Namen, jaartallen, begrippen. En dat herken je misschien als je nu op de middelbare school zit. Informatie is nog geen kennis. Het komt maar weinig voor dat alles een logisch geheel vormt. En dat willen we bij communicatie en creative business anders doen. Ook afgelopen jaren worstelden we met dit fenomeen. We boden losse vakken aan waar je een cijfer voor kreeg. Maar een paar weken later was je misschien alweer vergeten waarom je een return on ad spend formule moest gebruiken bij een marketingcampagne, wat een goede onderzoeksvraag is, of wat de gestaltwetten waren. En niet dat studenten er niet iets van hebben geleerd, maar het kan effectiever, dachten we. Wanneer je als student met je docenten samenhang ziet van alle nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag, dan kom je verder. En dat verder komen, dat is de essentie van leren. Ons onderwijs is ingericht volgens het Stones-model. Je stapelt als het ware de stenen van je voorkeur om hoger op te komen. We leiden je op om impact te maken met je verhalen. Bijna overal schuilt een verhaal achter. De schoenen die we dragen, wat we wel en niet eten, de politiek, de fiets waarop we rijden, wie we volgen op de socials, de wijk waarin we wonen en zelfs onze zorgverzekeraar heeft een verhaal. Op niveau 1 volg je als student 4 verplichte stones in een willekeurige volgorde. Hier heb je nog geen invloed op. In een stone krijg je te maken met een beroepsvraagstuk van een opdrachtgever aan de hand van een relevante en actuele situatie. We geven nu een voorbeeld van de stones op niveau 1. Na niveau 1 kun je weer kiezen uit 2 extra impactgebieden. Hoe hoger in het niveau, hoe complexer de stones. Je wilt bijvoorbeeld impact maken met een app voor zogenaamde deelauto's, omdat er in Amsterdam een parkeerprobleem heerst. Hoe verleid je een chauffeur? Of je bedenkt bijvoorbeeld een nieuwe technologische toepassing voor een webwinkel om de grote hoeveelheid retourzendingen tegen te gaan. Kun je met behulp van augmented reality een betere indruk geven hoe die stoel in de kamer staat? Of je bedenkt een platform voor een energiemaatschappij om samen met de bewoners te bedenken hoe ze zo min mogelijk last hebben van een windmolenpark. Misschien ga je met je stone impact maken met achtergrondjournalistiek of entertainment met toepassingen die passen bij de 21ste eeuw. Hoe maak je een talkshow bijvoorbeeld relevant? En wat wordt de rol van de omroepen in de toekomst? Welke stone je ook kiest, je gaat aan de slag gedurende een blok van ongeveer 10 weken om een vraagstuk te beantwoorden. Wat zit er allemaal in je gereedschapskist? Je moet leren onderzoeken, maakt kennis met theorieën op het gebied van mens, markt en technologie en leert nieuwe vaardigheden op het gebied van beeld en geluid, maar ook taal en data. Deels werk je samen, maar je bent zelf verantwoordelijk voor jouw eindresultaat. Maar in plaats van een apart tentamen of een losse opdracht om zo je studiepunten te sprokkelen, rond je een grote stone af. We zullen je tussentijds steeds bevragen om te kijken of je nog op de goede weg zit, zodat we elkaar niet verrassen aan het einde van het blok. En krijg je dan geen lessen meer? Zeker wel, maar we leggen je alleen iets uit als dat relevant is voor je beroepsvraagstuk. En krijg je geen toetsen meer? Nou, niet zoals je gewend bent in het voortgezet onderwijs. Je behaalt een stone of je behaalt hem niet. In dat laatste geval moet je hem dus herkansen. Als je je stone succesvol hebt afgerond, ben je in het bezit van 15 studiepunten. Maar veel belangrijker, je kunt echt laten zien wat je hebt geleerd. Elk niveau kun je maximaal 60 studiepunten behalen. Ook loop je 2 keer stage en kun je op niveau 3 een minor volgen. Als je bij COCB komt studeren, verwachten we het volgende. Je hebt interesse in de wereld om je heen. Je bent dus nieuwsgierig om verder te lezen, kijken en luisteren dan je eigen bubbel. Je staat open voor feedback van docenten en medestudenten. Je hebt geen houding van, vertel maar wat ik moet doen. En tot slot, je bent creatief en ondernemend. Welk diploma krijg je nou straks, CO of CB? Je schrijft je in voor 1 van de 2 studies. Kies je halverwege definitief voor een andere studie, dan zul je aanvullende stones moeten halen. Maar welke stone je ook kiest, de tijd dat een opleiding jou een vak leerde en dat je vervolgens tientallen jaren hetzelfde werk deed, ligt achter ons. Daarom is deze opleiding toekomstbestendig, omdat we ons onderwijs kunnen aanpassen aan de actualiteit. Kijk voor meer informatie over de inhoud van onze onderwijsprogramma's op hva.nl/co of hva.nl/cb.